Het is momenteel 3 uur op vrijdagmiddag en ik moet gaan werken over 2 uurtjes. En in die tussentijd wilde ik graag wat maaltijden voorbereiden voor de komende dagen, omdat ik dan minder tijd ga hebben. En het leek me wel leuk om dat proces te filmen en een soort meal prep met jullie te doen. Ik ga 1 grote maaltijd voorbereiden, een snack. Ik ga fruit voorbereiden, plantaardige melk maken en nog iets kleins voorbereiden. Dus ik ga jullie alles laten zien wat ik maak en we zullen beginnen met een overzicht. Ik heb alles al even klaargelegd dat ik zometeen ga gebruiken. En ik zal jullie even een overzicht geven van alles dat ik hier heb. Dit zal het simpelste zijn om klaar te maken. Ik heb hier gewoon 3 sinaasappels. Het enige fruit dat ik nog in de koelkast heb. Die ga ik al allemaal schillen en snijden. Is gewoon handiger. Dan ga ik een maaltijd maken. En de maaltijd zal bestaan uit aardappelen. Dit zijn een van mijn favoriete varianten met de rode schil. En dan daarbij ga ik vegan gehaktballetjes maken met dit gehakt van Lidl. Mijn persoonlijke favoriet. Deze heb ik wel net uit de diepvries genomen, dus die moet nog even ontdooien. Daarbij ga ik groene boontjes maken, mijn lievelingsgroente. Deze zijn alvast gesneden, zo de puntjes eraf. En ik ga bij de boontjes ook een uitje bakken. Dat vind ik echt een hele lekkere combinatie. Maar ik ga ook wat uien gebruiken bij de gehaktballetjes. En ook deze champignons zijn voor daarbij. Hier heb ik dan een bord vol peulen. En hiermee ga ik een simpele snack maken die ik geleerd heb van de mama van mijn vriendje. Heel simpel, ik zal jullie zo meteen laten zien wat ik hiermee ga doen. Hier heb ik dan 3 kleine zoete aardappels liggen en die ga ik alvast bakken in de oven. En dan wil ik deze week ook mijn eigen plantaardige melk maken. En deze keer ga ik cashewnoten en walnoten gebruiken. Ik ben hier in een kommetje al de noten aan het weken, zodat ik ze dadelijk makkelijker kan blenden. En dat ga ik doen in dit apparaat. Dat is een shufa-mix, speciaal ontworpen om plantaardige melk te maken. Ik zal dit ook in de beschrijving van de video linken. En dat is voorlopig alles waar we mee gaan werken. Dus laten we eraan beginnen. Ik heb net de oven aangezet om voor te warmen. Ik heb de bakplaat al meteen klaargezet. En ik ga dus beginnen met de zoete aardappel. Omdat dit simpel is en ik hoef er weinig voor te doen. Het enige wat ik moet doen is met een vork hier wat gaatjes in prikken. En dan gaat het gewoon de oven in. Dus ik prik... Oei... Telefoon. Hallo? Ja, we hebben iets om te zeggen dat ik van u hou en wil ik alsjeblieft mijn Valentijn zijn. Als het echt moet. Ik werd heel even afgeleid, maar ondertussen heb ik de zoete aardappel al in de oven gedaan. Ik heb dus helemaal rondom gaatjes geprikt en nu heb ik die in de oven op 190 graden. Ongeveer 20 minuten of een half uurtje of zo, want ze zijn maar klein. Hierin ga ik wat olie doen, want ik ga die peultjes hierin klaarmaken. Het was dus mijn vriendje die net belde. Het is vandaag Valentijn en we zijn niet samen op deze dag. Hij was net klaar met werken en ik begin zo meteen met werken. Ik ga in de tussentijd dat die olie en het water warm worden al beginnen met het schillen van de aardappels voor de puree die ik ga maken. Dit is echt zo'n maaltijd die ik vroeger echt heel graag at voordat ik vegan werd. En het is pas eigenlijk recent dat ik die eens heb proberen maken met vegan gehakt. En dat was zo lekker. Ik had dat zo gemist.
Het proeft natuurlijk niet exact hetzelfde, maar het komt wel in de buurt. En dat is goed genoeg voor mij. En die mogen erin. Die laat ik er ongeveer 2 minuutjes in. En ondertussen is ook deze pan warm voor de peulen. Dus ik ga deze er gewoon allemaal rauw in gooien. Zo. En die ga ik dan kort bakken. En dan de enige toevoeging die daar nog bij komt, is om er wat grof zeezout op te strooien. En dat is het eigenlijk. Het is echt heel simpel. Ik ga ze bakken totdat ze een klein beetje bruin zijn. De bedoeling is dat ze wel knapperig blijven en dus echt dienen als een lekkere, gezonde snack. Ik heb nu de aardappels in blokjes gesneden en intussen zijn deze twee klaar. Deze, die zijn dus lekker krokant nu en deze zijn gaar, dus die gaan we afgieten. Ik ben voor deze video trouwens niet naar de winkel gegaan. Ik ben gewoon aan het werken met dingen die ik nog had in de koelkast. Maar deze zijn als eerste klaar en zoals ik zei is dit gewoon een gezonde snack. Ik denk dat het geen nut heeft om die in een bewaardoosje te doen, want ik denk dat ze wel op zullen zijn tegen de tijd dat ik moet gaan werken. Dit is echt zo lekker. Als volgende ga ik de uien snijden, 2 voor de gehaktballetjes en die ga ik in grotere stukken snijden en 2 voor bij de boontjes en die ga ik in piepkleine stukjes doen. Momenteel zijn de aardappeltjes nog steeds aan het koken. De uitjes die zijn bruin aan het worden, dus de boontjes kunnen er zo meteen bij. En dan hier in de oven zit de zoete aardappel nog steeds. Die is nog niet klaar. Maar ik ga nu verder doen met het maken van de plantaardige melk. En het enige wat ik daarvan nodig heb, dat zijn deze geweekte noten. Walnoten en cashew, zoals ik zei. En dan het andere ingrediënt is gewoon warm water. Ik heb dus net de noten en het water gemixt en nu ziet het er zo uit, zoals melk. En het volgende dat ik dus moet doen is mijn mixer eruit halen en dan kan ik dit stuk loskoppelen van het andere, zo. En hierin zit er dan de pulp. Afkomstig van de noten. En met dit kan ik hierin gaan persen en dan komt er nog wat extra melk uit. Dus dat gaan we nu doen. En mijn melk is nu ook klaar en die ga ik wat
afkoelen voordat ik hem in de koelkast zet. Maar dit kunnen jullie dus op smaak brengen zoals jullie dat zelf willen. Met suiker of vanille of eender wat. En jullie kunnen natuurlijk ook maken van haver of andere dingen. Hennepzaad kan ook. Je kunt dus plantaardige melk maken van alles. Super lekker, heel goedkoop en gezond. Nu ga ik mijn boontjes in wat kleinere stukjes snijden, zodat het makkelijker is om te eten. En dan ga ik ze bij de gebakken uitjes doen. Mijn puree ga ik kruiden met peper, muskaatnoot en wat groentebouillon. Ik ga deze gewoon door midden snijden, zodat ze kunnen afkoelen. En als ik ze dan graag wil gebruiken bij mijn maaltijden een van de komende dagen, dan kan ik ze gewoon zo nemen en vullen met iets lekkers. Puree is klaar, boontjes zijn klaar en ik heb net de gehaktballetjes gerold. Om de balletjes te kruiden ga ik wat verse look gebruiken en ik heb hier ook verse salie en tijm vanuit onze tuin. Dit is echt letterlijk alles wat ik nog maar heb, want mijn geit Kobe heeft mijn hele moestuin opgevreten. Dus dit is waar ik mee moet werken. De manier waarop ik mijn gehaktballetjes maak is dat ik ze eerst bruin laat worden door ze op een hoog vuur te bakken met heel veel sojaboter. En dan daarna zet ik het vuur wat lager en plaat ik er een deksel op, zodat ze van binnen ook gaar kunnen worden en dat ze wat vaster worden van structuur. En ik wilde ook nog even zeggen dat ik de pulp van de noten waarmee we de melk gemaakt hebben ook bijhoud. En die kan ik dan gebruiken bij mijn yoghurt. Of als ik iets wil bakken, kan ik het ook daarin verwerken. Net peper en zout erbij gedaan. En nu ga ik er ook nog een beetje kipkruiden bij doen. Bij de balletjes maak ik ook altijd een lekkere bruine saus. En dat is ook heel simpel om te maken. Ik doe zometeen gewoon wat water in deze pan. En dan bind ik het met bindmiddel zoals maïzena, de roeversie. En mijn meal prep is nu klaar. Dit is alles dat we gemaakt hebben. Ik heb alles in bewaardoosjes gedaan, zodat het zometeen de koelkast in kan. Behalve deze, want die ga ik nog wel opeten voordat ik ga werken. Maar we hebben dus onze boontjes, de puree en de gehaktballetjes. Ik heb nog wat extra saus apart in een bakje gedaan, omdat ik echt wel veel saus had. En ik wilde niet dat de balletjes gingen verdrinken in de saus. Maar dit is altijd het beste deel, dus ik ben blij dat ik daar veel van heb. En dan hier hebben we de zoete aardappel. En zoals ik zei, kan ik dan gewoon zo eentje eruit nemen en vullen met lekkere dingen zoals couscous en andere groentes. En omdat dat zo lang duurt om te maken, is het handig dat die nu al alle drie klaar zijn. De melk ga ik gebruiken bij mijn cornflakes en het pulp, zoals ik zei, bij mijn yoghurt. De sinaasappels heb ik niet meer gemaakt, want ik heb geen doosje meer om het in te bewaren. Ik moet er wat meer gaan kopen als ik nog graag dit soort video's wil maken. Laat mij dus zeker weten of jullie dit leuk vinden om te zien en of jullie dat vaker zouden willen zien met telkens andere gerechtjes. Ik moet nu zometeen gaan werken, dus ik ga dit allemaal opruimen en vertrekken. En ik kan echt niet wachten om dit vanavond te eten. Ik ben denk ik thuis rond 11 uur ongeveer en dan ga ik sowieso een bord maken met de balletjes, de boontjes en de puree. I just can't wait. Maar dat was dus alles voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken en dat ik jullie weer zie in de volgende video. Doei!